Ik kan niet geloven dat SpongeBob like, is fucking mee weggekomen met moord. Alright. Oké, dus we hebben de betere range gekregen. Hiermee doe ik gewoon meer schade. Buiten dat hebben we nu HP-boxen die je 4 HP's geven in plaats van 1. Finally! En dat is de hoogste wat we gaan krijgen, dus wat even. Ja, dat sucks. Dankzij deze plate heb ik een appreciation gekregen voor de turret. Vooral met de volgende upgraded versie. Is like, ik zit me echt af te vragen wat de mental gymnastics zijn van deze mensen soms. Like, holy fucking shit. Like, met normies kan ik gewoon zeggen dat het gewoon paniek is, weet je nog? Ja. Maar het is like, voor hun, het is gewoon, nee, het is geen eens dat. Het is gewoon mental gymnastics. Het moet wel, like, hoe anders kom je met zulke fucking conclusies? Ik denk gewoon dat Sponsor er mee weg is gekomen met Boord. Boord. How though? It's like, that is such a run. Hoe trek je dit? Waarschijnlijk dezelfde mensen die denken dat Joker film white male rage is. It's like, legit, je hebt het over hoe fucking homoseksualiteit like, wordt geblurred met pedofilia. En op een of andere manier komt. Is het omdat hij fucking like homo's aan het vermoorden is? Ik zweer het je. Ik zweer het, het is een troll. Ik zweer het je, het is niet echt. Ik hoop tenminste dat hij aan het trollen is. Ik hoop het, ik hou van trollberichten. Dat is like, hoe anders kom je met zulke fucking mental gymnastics? Man, ik zei dat ik over normale dingen wilde praten naar part 8, maar I guess het gaat gewoon niet gebeuren. Maar you know, Siberia is such a leuk subject en zo. So. Het komt dan tussen beren, fuck ze beren. Hand over the experiment now. I can't do that. You have 3 seconds. 1, 2, 3. Whoa, he's a she. This changes nothing. She's not hot even. Where's the experiment? We have returned it to Mr. Fizz Widget. Just put the whole galaxy in imminent danger. But I don't have time to stand around explaining it to you. If you have any intention of fixing the mess you've made, watch. Well, misschien we gaan gewoon niet rond met een fucking like cape en masker op and do like evil shit. Oh no. Good thing that wasn't little Susie. Here at the Megacorp testing facility, we make sure the products you buy are safe for you and your family. These are just a few of the products we've rejected to help keep you safe. The Tiny Tot Slingshot, the Nuclear Mousetrap, Self-Wedgifying Underwear, and the Lawn Ninjas. So the next time your toaster doesn't explode in your face, say a little thank you to the Megacorp Testing Facility. Wow, she's got a few bolts loose. What does a testing facility have to do with galactic danger? I am unsure. However, I believe we should investigate that location. Well, we're gonna need a new ship. The Lawn Ninjas. The Lawn Ninjas. Fucking nuclear mouse trips, like a fucking new, like a mouse pot of kaas, and then comes a fucking new. It's like, I don't think I need like testing subjects om te weten dat fucking gevaarlijk is. Right. And here, but hippie. Hello, sir. Hey, that's my ship. Possession is an illusion. Do not all things belong to the cosmos? No. That's definitely mine. This vessel suffers from wounded chai. Only the power of the crystals can hope to heal it. Crystals, sir? Crystals? Like those found in the desert? Beyond. Well, we don't have any better ideas. Let's go grab a few crystals. Well done. Ik ga die fucking woorden onthouden. Possession doesn't exist. Everything belongs to the cosmos. Possession is an illusion. Ik ga dat fucking onthouden. Net als mijn favoriete quote. It's like, spaghetti is straight until it gets bad. Spaghetti is straight until it gets bad.
It's like, God damn it. It's like my fucking vriend vroeg me eens een keertje, like, weet je. It's like, ik stel dat je homo bent en zo, maar je moet toch wel eerst uitzoeken of andere mensen like, ook homo zijn en shit, toch? En ik vertel hem zo van, ja, maar zo is spaghetti, until it get wet. En hij zegt, godverdomme, je hebt gelijk ook. I'm sorry, I'm only a lolly person. Nou, tenminste ben je specifiek over wat het is, wat je zoekt. Ja, ik had het niet zijn het echte leven, though. Dus gaan we het zoiets. Dus kijk naar mij. Menacing. Oh, soms weet je niet eens waar ik het over heb. Wel, 9 uit 10 keer kan je gewoon zeggen van ik ben de ik heb geen interesse in liefde, om het zo te zeggen. Dat is wat ik gewoon doe. Er zijn nog jullie. Weet je, nou, dit komt het echte mensen, though. Eigenlijk legit, ik voel niks. Meestal. Ik voel geen romantische gevoelens, zeg maar. Ja. Yeah. Zo kan je gewoon simpel zeggen, ja, yeah, I don't feel anything. I'm not interested in love. Sex. I only feel darkness. Or something like that, weet je. Dat kan je gewoon simpel genoeg zeggen, dus. No understand. Ze zeggen dat je een fucking, like, a weird person bent, maar... Weet je, ze gaan zeggen, oké, okay, whatever, ja, iedereen zijn ding. Ik ben 2D seksueel. En wanneer je dat zegt, gaan ze je pas fucking judgen. Tenminste is het voor andere redenen. Er zijn zoveel tussenvoerders, zijn, maar dan weet ik al wie de zoveel tussenvoerder is, weet je wel. Ja, zoals zijn een collega die had, een periode. I'm gonna be honest here, it's like fucking My Hero Academia fans and trenders. I think it's obvious. Ja, de anime is geweldig, maar holy shit, zijn er zoveel kutmensen erop, weet je wel? Ja. Het is gewoon negatief hier. Nee, durft hij deze villain naam... deze naam te geven? Dus mijn beste tip is dat like 9 uit 10 keer als iemand een fan is van My Hero Academia, moet je hem vragen welke andere anime zij kijkt. Ja. En dan kijken hoe die reageert. Zo'n beetje. Want meestal als je dat dan vraagt tegen normale mensen, gaan ze zeggen, oh, ik heb nog deze anime gekeken, ik heb deze anime gekeken. Of ze gaan gewoon eerlijk toegeven van, oh, weet je wat, ik ben gewoon een casual fan. Ik heb alleen deze anime gekeken, misschien nog Dragon Ball Z toen ik nog jong was ofzo. Het simpele dingen. Het is de trenders die heel erg negatief gaan reageren. En hier hebben we de meest kutste dingen in het hele spel, de Winglider. Yay, fuck me. Hij van awkward controls, ik hou van awkward controls. Yay. Fly lesbian eagle. Zo'n beetje. Ik wist dat je het fucking ging zeggen, weet je. Toen ik het opnemen was, had ik zoiets van, oké, ik weet wat Ennis gaat zeggen. In ieder geval, als je sneest op dit ding, dan val je omver. Lovely. En de controls zijn best wel awkward gestrukt. Het is vooral... natuurlijk is like, de bovenaan naar beneden gaan in burst. Inverted. Dat is leuk. Ieder zijn ding, ja. Ervan. Want kijk, dat is hoe een vliegtuig gaat, dus daarom moeten we het zo doen in een videogame. Okay. Weet je wat dat is? Ik snap inverted controls. Ik kan er nooit aan wennen wat er gebeurd is. Ik speel een spel die heeft inverted controls. Maar dan voor een of andere reden zijn mijn vingers gewend aan, like, weet je wel, omhoog is omhoog en omlaag is omlaag. Ja. Vervolgens, wanneer een spel dat wel doet, denk ik dat het inverted is en dan fuckt het mijn hele brein op. Dat gebeurt, weet je wat, dat heb ik soms ook. It's like, I can never get used to it because everything is so fucking different to me. Zo'n beetje. So, crystallized meth. I guess we need to look for that, right? We zitten gewoon helemaal verspreid onder het veld. Dus eerst doe je dit gewoon om deze schip te krijgen, later doe je het gewoon voor geld. En ik zeg, fuck dat shit, ik heb genoeg. Ik heb in mijn eerste playthrough wel letterlijk elke kristal van beide deze planeet en van de sneeuwplaneet gehaald. En het is like, fuck. Het is like zo'n beetje, weet je toch de brain grinding van de remake? Ja. Yeah. Dit is een beetje het. Oh. En 3 heeft het ook, geloof ik, dus ja, heel blij. Dus weet je wat we echt nodig hebben? Wat? Geef je Lolly een crystallized dildo. Ik zweer het is goed voor haar. I don't know. Dat is... By the way, over like, the issue of cool viewers, right? Dat is Interstellar Species, hè? Interstellar Species, ja. Nummer 1. Linky had like, in één stream gezegd, right?
Huh? Dus hij stopt met slim kijken. Dus dat was like, hij had het argument van. Het is 500 jaar oud, dus het is oké. Okay. Dus ik ga ervan uit dat hij anti-Rubicon is en zo. Uh-huh. Weet je wel? Want tussen kijkt de fucking interspecies reviewer. Maar één lolly werd fucking gedeeldood. Dat is like, what the fuck? Wel, standards. Be damned. Ik voel me beledigd hier. Am I a joke to you? Misschien is het gewoon zoiets van, it's like, I like that a bit, so I don't like this portion or something. Hij zegt ook dat voor, like, iedereen is van, ja, tuurlijk, je hebt gewoon over de app. Nee, ik kijk het voor, ik zweer het je, ik vind het gewoon grappig, oké? Okay? Dat is dezelfde reden waarom ik naar mijn Shokoku en HXH keek. It's like, yeah, sure, it's fucking hot, but it's still funny. Het is gewoon letterlijk, drie gasten gaan gewoon op deze great quest to fuck everything. En dan gaan ze er een review van maken. Ja. Yeah. Well, I can't blame if it's funny, but... Het is gewoon, ik hou niet van Monster Girls, voor mij, simpel. Ligt er aan welke Monster Girls en hoe ze eruit zien, in mijn geval. I guess so. Ik ga het gewoon eerst Cat Girls Monster Girls doen, want ik zie hetzelfde ding. Ik zit op dezelfde boot als Dwarfs, Cat Girls zijn demi-humans. Right? Dus in dit geval zijn ze net als dwarfs, elves en ja. Yes, the crystals are spiky. Ja, ik zie het. With a single voice. Oh, oh. That was pretty impressive. Bring me more crystals and I'll pay you cold hard bolts. Huh? Oh. Dus dit was toch een illusie? You can earn fast amounts of bolts by exploring this fucking hippie guru is a mad magician. Oh, Wallace, laten we verder gaan. Of toch niet, ik weet niet. Jesse, wat ben je aan het doen? I'm gonna join his religion and learn the technique of repairing ships. You're not repairing ships, you're repairing the crossbows. Ships. Yes, those are part of the crossbows. You're repairing them. You don't understand the religion, Hans. I am disappointed. Waarom had ik de safe thing zien? Dit is compleet onnodig. Jesse, wat ben je aan het doen? Hans is gestopt dankzij jou. Hans died for our sins. Oi, Jesse, dit is onnodig. Knip het eruit. Fucking dumbass. Jesus. Laten we naar de testing facility toe gaan, wat kan er toch misgaan? Ja, wat kan er toch misgaan? Hey, see if you can find anything worth watching. Oh boy. Welcome back to Behind the Hero. In yet another setback for the embattled Captain Quark, the Galactic Court ordered him to pay 6 billion bolts in damages to citizens suffering from personal hygienator syndrome. Only 2 days later, Quark was arrested trying to flee to Pokotaru. The one-time hero, now full-time Zero, was placed in custody awaiting trial. But the next day it was discovered that he had escaped, flushing himself to freedom. How? What the fuck is this Hollywood shit? What the fuck is this Hollywood shit? The hero after these messages. How? Die man is net zo groot als fucking Jotaro. Hoe de fuck past hij door een wc? Anyway, must be Stan. Fuck, wel dat. Zo, we zijn nu bij de testing facility. Ja. Kijk uit voor nucleaire muisvallen. En ninja. En wat is dat weer? Ninja kabouters? Ninja lawmakers. Ninja tank kabouters, man, what the fuck. I don't know about you though, that's fucking perfect, huisbewaking. Laten we een keer zijn. Ja, totdat een van je vrienden dacht van even langs te komen, toen had hij niet aan gehoord. Want de motherfucker moet gewoon naar de voordeur gaan en niet via de achtertuin naar binnen komen. Wat als hij gewoon een prank wilde doen, Ennis? Want dat is je fucking fout, hè? I don't fuck around. Ennis weet het niet, maar ik ben al lang in zijn huis. Hij heeft alleen niet, toch? Ik heb geen achtertuin.
Ik zeg dat ik een achtertuin nodig heb. ik kan klimmen en dus ik heb Infamous gespeeld. Ja, want blijkbaar zijn videogames like een trading simulator voor moordenaars en zo. Well, you know? Obviously. En sexual predators. Ja, en dus heb je niet al het bewijs gelezen dat het zo is. Oh, wacht. Oh, dan heb je de fucking sniper rifles eigenlijk wat kunnen doen. Oh, dan word ik fucking gegrist, fucking hier. Ik zeg het voor altijd. The left and the right zijn dezelfde fucking ding. Right? Oh, de hoortje-theorie is het ding, Ennis. It really is. Don't fucking tell me it's not, because it fucking is. It's like... Ik fucking hou van, like, Sargon's theorie, dat gewoon de like, the leftist, gewoon de alt-right's droom van White F nog steeds waar maken. Gewoon, we geven de alt-right, like, alle fucking, like, excuses om het te doen. Oh. En uiteindelijk, ze hebben beide hetzelfde fucking idee. It's like, the white man is the ubermensch. Wel, dan opnieuw, laten we eerlijk hier zijn. De nazi's was uiteindelijk een left ideology, laten we eerlijk zijn. Oh, ze waren socialisten, dus dat kan ik zeggen. Ik ga niet zeggen dat ze left zijn of niet. Weet je wat, uiteindelijk van de dag, links of rechts. Het is gewoon allemaal bullshit, het is allemaal bullshit term. Het kan zijn wat fucking wilt. Ja. Ik kan zeggen dat ik fucking links mogelijk ben, dat hoeft niet waar te zijn, maar ik kan het zeggen. Kun je mij eerlijk vertellen, like, wat het betekent om links te zijn, wat het betekent om rechts te zijn? Wel, normaal gesproken, niet normaal gesproken, hoe is het? I don't know. Er is geen normaal gesproken. Oké, okay, hoe is het? Ja. Oké, okay, dus. Wel, in het geval van de linkerkant, zie je alles... ...sexist en homofobic en racist. En aan de rechterkant ben je gewoon een anders racist. Terwijl je ook heel veel dingen tegen witte mensen racist en gewoon shit doet. Ja. Yeah. Nou, ik heb het best over, like, wat zijn de linkerkant voor de rijken en de rechterkant voor de armen? Oh nee, zijn de rechterkant voor de rijken en de linkerkant voor de armen? Dat is ook niet eens meer zo. Nee. Wat is het nut van de twee groepen? Like, deze hele systeem is nonsens. Het is gewoon like een name calling. Het is like, ah, je bent rechts, ah, je bent links. Maakt het uit. Wat het was, is, like, zoals je zei, is like... De ene kant noemt zichzelf voor de, like, de armen en de werkende mensen. Terwijl de andere kant meer gewoon, weet je wel... I guess... Rijk? Ik zou zeggen, like, de linkerkant... Het is. Want hun doen ook heel veel tekstkuts voor de rijken. Juist. Ja, oké, dan daar gaan we. Dat waarom ze het altijd voor de rijken doen. En beide fucking kanten doen altijd de fucking argument van het is een privébedrijf, ze mogen doen wat ze willen. Okay. Allebei. Ja. Yeah. Ze doen het allebei. En don't understand why. Maar het is like, ik geef nul fucks op dit punt. Het is like, weet je, zeg niet dat je links bent of dat je rechts bent, zeg gewoon wat je wilt. Zeg gewoon right. Waarvoor je staat. Right? Dat zijn je ideeën, je doelen. Want weet je, technisch gezien ben ik links. Maar ja, als iemand naar mij gaat luisteren, dan denk ik dat ik rechts wil of zoiets. Weet je wel, dat is wel even, dat moet ik fucking niet meer. Twitter is like een bijzondere platform, weet je. Dus is Twitter, is gewoon sowieso. Dus, like, ik denk dat mensen denken dat ik rechts ben, want ik ben best wel links. Maar ik zit weer te denken van rechts, like, rechts is meer conservative van, hey, we moeten doen wat we altijd rationeel hebben gedaan. En de linkerkant zal van moeten iets verbeteren. En dat is eigenlijk het idee. Maar de linkerkant, like, hun idee om dingen te verbeteren is altijd shit. En de rechterkant problemen zijn altijd like, domme problemen zoals aan de videogames zijn het klaar. Geen van beide kanten willen echt iets proberen op te lossen. En alleen maar problemen te veroorzaken op een of andere manier. Zo'n beetje. Het is gewoon uit nou dat ik de enige reden waarom de rechterkant door videogames of fiction kan beschadigen is vanwege like, de grondwet in Amerika. En dat is alleen in Amerika, bij de weg. Ik denk dat het ook een reputatie is.